naar die, en complimenten dat u allemaal beknopt uw punt maakt. Dus ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Ik zeg het op een willekeurig, moment hoor, collega Omtzigt. Maar aan u het woord. Voorzitter, ik heb 110 minuten spreektijd aangevraagd. Nee, voorzitter, dank u wel. En ik sluit me aan bij collega Bromet over de grote waardering voor alle leden en alle medewerkers van de Tweede Kamer. En verzoek ook het presidium aan te geven welke acties ze ondernomen hebben en ondernomen te hebben om te helpen enige ongerustheid die ik zelf wel bemerkt heb in contacten met een aantal medewerkers die inderdaad bij nacht en ontijd klaarstaan om die ook weg te nemen en hoe daar de komende weken mee omgesprongen wordt. Voorzitter, ook ik ben blij dat er twee stappen genomen worden in het proces. En dat zijn de twee stappen dat er nu een gedelegeerd opdrachtgeverschap ligt en er sprake lijkt te zijn van een wat bredere onderzoeksopzet. Ik zit echter nog wel met een aantal opmerkingen daarover. En het is de wat heeft de werkgever in brede zin, dat zijn het presidium, de griffier en het managementteam, nou tussen 2016 en 2021 gedaan? Hadden ze signalen? En dat moet wat mij betreft ook in het onderzoek meegenomen worden. Dat staat wel in de brief, niet in de formele opdracht. Dus ik wou gewoon even weten hoe dat precies loopt in de praktijk. Ik zou het fijn vinden als dat ook de formele opdracht was. Dan is dat in één keer duidelijk. En dan kom ik bij het probleem van, omdat het presidium en het managementteam en de griffier niet uitgesloten is dat zij een rol zullen hebben in het feitenrelaas, is het interessant dat er aan het eind staat, het eindrapport zal vertrouwelijk aan de griffier en het presidium worden opgeleverd. En hoe voorkom je dat we straks de klem krijgen dat er iets over het presidium in staat en dat het presidium mag besluiten of het al dan niet geheel openbaar wordt of wat de samenvatting wordt die openbaar gemaakt wordt. Ik geef die knel nu aan omdat je die niet aan het eind wilt hebben. En ik zou graag willen denken, zorg dat daar iemand, niet zijn het presidium, dan een besluit overneemt. Want anders krijg je op dat moment een discussie die mij niet niet goed lijkt. Ja. Ik stel wel voor dat we onderlinge interrupties echt proberen zoveel mogelijk te vermijden. Alleen als er een verhelderende vraag is, dan wil ik daar ruimte voor bieden. En uw mening kunt u een eigen termijn geven. Een snelle, verhelderende vraag. Indringende blikken van de voorzitter. Een verhelderende vraag, voorzitter. Want ik denk terecht punt. Maar is het niet goed om dan nu al af te spreken wie dat zou moeten zijn? En ook dat we gewoon die samenvatting, dat die sowieso openbaar wordt. Als de opdracht al is, zorg dat die openbaar kan worden. Dat daar niet nog inderdaad een tussenstap nodig is. Nou, als ik de stukken goed lees, dan wordt die samenvatting sowieso openbaar. Mijn vraag is even dat hele rapport wat eronder ligt. Dat kan openbaar gemaakt worden door het presidium en de griffier. En daar kan dus een belangenconflict ontstaan op het moment dat dat rapport er ligt. En ik zou inderdaad daar graag een voorstel voor willen hebben, maar ik ben niet zo brutaal om te zeggen dat moet die en die doen. Dat kunnen we bijvoorbeeld vragen, zeg ik, zonder dat hij interruptie mag plegen aan het lid met de meeste anciëniteit in deze commissie om daar een mening over te vormen. Het maakt mij niet uit hoe je het doet, hè, maar je wilt niet dat daar een discussie over gaat ontstaan. En ik wil dat nu agenderen in plaats van wanneer dat rapport er ligt. Sorry, nou ben ik even uit mijn apropos. U was bijna aan het eind, zag ik op uw blaadje. Nee, maar ik heb nog een blaadje, hoor. Dus, maar dat is ook niet zo heel erg. Ik zou willen vragen, het is wel onder de aanbestedingsdrempel gebleven, het hele zaak. Maar is het ook onder de gunningsproces? Zijn er wel drie onderhandse... mevrouw Olvers heeft een opeen daar een opmerking over gemaakt. Dat hoeft niet aan haar gevraagd te zijn. Maar als het boven de drempel is dat er drie offertes moesten liggen, kan er iets gezegd worden over of dat precies gedaan is. Dan staat er iets over een vervolgonderzoek. Het is mij een liefding waard als alle vragen in dit onderzoek aan de orde kunnen komen. Dus wat bedoelt het presidium met dat een vervolgonderzoek nodig zou zijn? Ik hoop dat het niet nodig is. Ook ik heb vragen over lek en de aangifte. En ook ik zou, als het kan, graag spreken met de twee gedelegeerden. En dat kan ook in een vertrouwelijk gesprek, zeg ik maar, bij deze commissie van de werkwijze. Gewoon zodat ook wij een gevoel hebben hoe dat gaat. En worden die namen bekendgemaakt of niet? Misschien kunt u daar nog iets over zeggen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Omtzigt.